Oké. Ik heb het nummer opengekrast. Ik kan hier invoeren. Dus dat is 5, 7, 3, 7. Oké. Ik vind het spannend. Je gaat naar Panama stad in Panama. Panama? Waar is dat? Waar is dat? Waar is dat? Panama. Oké. Ik ben in Panama. Ik ben net aangekomen hier en ik slaap in een hostel met 4 bedden en ik slaap. Ja, ik had eerst een 6 kamer, maar ik ben nu verplaatst naar mijn 4 kamers. Allemaal gelopen, ja, beter. En ik ga hier dus een weekje vertoeven en kijken wat ik hier allemaal kan beleven. Ik heb deze reis dus via Surprise Me geboekt. Dus ik wist 20 uur geleden nog niet waar ik zou belanden. Ik heb een wereldwijde reis geboekt, want ik ben Ashley en ik ben altijd weer van het extreem. Ik dacht gelijk, weet je wat, eerste keer Surprise Me trip. Dus laten we het gewoon gelijk lekker ver weg zoeken. Ik ga even mijn koffer een beetje uitpakken, in mijn kluisje doen en dan ga ik even de hort op. Heel echt moe, maar ja, ik ben zo benieuwd. Wel een stukje aan het wandelen. Ik hoop niet dat ik nu verdwaald ben of zo. Maar ik kom in één keer dit tegen. Namelijk de skyline van Panama. Want dit, jongens en meisjes, is gewoon de skyline van Panama. We zijn maar een stukje aan het lopen. En hier zijn ook allemaal van die slotjes. Maar op deze plek is het uitzicht nog mooier. Tada! Ik loop nu in een straatje met allemaal marktjes, van die marktkraampjes. Maar waar dit uitloopt, ik loop omhoog en ik heb geen idee. Maar je hebt daar de skyline, net als wat ik net ook had laten zien. Je hebt hier een paal met een kip of een haan erop. Maar dit pleintje wordt gebruikt om te skateboarden. Daar komt ie. Oh. Bij zo'n sushi restaurantje waar ze proberen we vooral alcohol en cocktails aan te schenken. Maar dat doen we maar niet op de eerste dag dat ik hier ben. Ik weet niet wat ik besteld heb, maar het ziet er zo uit. Hier bij een soort sushi restaurantje. Ik kan zeggen wat je wil, maar het ziet er wel echt super lekker uit. Zo, het was mijn dagje wel. Het is nu 8:15 deze tijd. Dus het is hier 6 uur vroeger dan in Nederland. En ik ben helemaal gesloopt en ik heb wel een leuke dag gehad. Ik heb echt totaal niet verveeld in het vliegtuig. Ik vond echt, ik genoot echt van elke seconde in het vliegtuig. Het eten was lekker. Ik vloog met Lufthansa van Duitsland. En dat was echt, dat eten was echt top. Je kreeg zoveel chocola en ik hou van chocola. Echt top. Ik zat naast een leuke vrouw. Ik kreeg wel Sprite over mij heen gespoten. Want die fles die spoot open, zeg maar. En ik zat daar toevallig naast. Toen ik het vliegtuig uitstapte, moest ik even door de douane. Maar ze vonden het raar dat ik een Nederlands paspoort heb waarop staat dat ik in Nagpur geboren ben. Dus helemaal gedoe om dat paspoort. Moest ik naar een andere meneer en zo. En toen ging ik naar de, ja, waar mensen mij op konden halen. En daar kon ik die gozer niet vinden. En ik snapte het niet. Toen stond er een keer Ashley Aishwarya. Terwijl ik eigenlijk dacht, er staat iets van Ashley van Voorn op of zo. Op dat papiertje. Maar ik had het dus eindelijk gevonden. Maar ik wist niet
of surprise me diegene al betaald of niet. Dat is een beetje zo awkward van, heb je al betaald? Nee, ja. Dus dat was ook weer een beetje een dingetje. En ik weet dat ik hier wel heel goed kan uitgaan. Als ik hier uit wil gaan, dan kan ik dat hier heel goed doen. Lekker op Spaanse muziek, dat is wel echt leuk. Ja, dit is mijn kamer dan. Ik slaap met twee gozers. Vincent en hier een meisje. Als ik dan spullen kan bekijken. En ik heb deze gozer hierboven al gezien. En hieronder slaap ik. Ik ben wel echt blij dat ik onder slaap. Ik ga nu nog even kijken wat ik morgen en de rest van de week kan doen. En dan ga ik lekker slapen. Doei!